thuis. We gaan de katjes leren kennen. Hey, oh, het is wel lief. Het is schattig. Hey, Milk. Oh, lief. Hey, Milk. Hey, schat. Oh, het ruikt hier vreemd. Mijn kattenbak, denk ik. Hey, zet hem maar neer. Kijk eens wie we bij hebben. Ik hoop niet dat Milky veel interesse gaat hebben. Kijk eens wie we bij hebben. Nou, zou het alles proper maken. Muffin, die kan zo met de kerstboom. Waar is Muffin, ja? Onder de Muffin. Pepetje, kom eens kijken wie we bij hebben. Muffin. Mupke. Ja. Milky denkt, I don't care about the baby. I just care about my mama. Hey, schat, kijk eens. Ja. Milk, zeg. Mag ik niet stappen met haar? Ja, oh, je ziet er nog wel uit, hè? Huh? Ja, oh, we vinden het niet zo. Voilà. Kijk eens, Milky. Wie is dat? Geen interesse? Milky, kijk eens. Kom eens hier. Hoe is de zon terug in zijn gezicht? Wat daar staan? Ik weet niet waar de zon komt. Kijk eens. Ik zal hem maar eens uitpakken. Kom. Laat hem maar gewoon recht staan, schatje, want je perst zijn dingen zo. Oh, ik ga eens proberen zitten. Oh, ik kan niet goed zitten op die harde grond. Muffin, wie is dat? Zet hem maar gewoon. Ja, Milk. Wie is dat? Kom eens kijken. Het goed leggen. We zijn gewoon blij dat wij thuis zijn. Thank you.
Hallo iedereen. Ik denk dat ik jullie niet meer up-to-date heb gehouden. Ik weet zelfs niet wat het laatste is wat ik nog heb gefilmd. Ik weet dat ik de dag dat we naar huis zijn gekomen heb gefilmd. Ik heb denk ik een stukje gefilmd dat Noah, Louis hier waren. En Celine en Nick natuurlijk. Ondertussen, allee, daarvoor zijn ook onze ouders op bezoek gekomen allemaal. Die zijn ondertussen wel al nog een keer op bezoek gekomen. En dan, ja, Celine en Nick zijn op bezoek gekomen. Dat is zo wel het enige. We houden het ook zo wel wat af, al het bezoek, omdat we nog redelijk onze draai moeten vinden en zoeken. En dat is sowieso al niet zo makkelijk. Dus ja, al dat bezoek momenteel is gewoon overweldigend dan. Dus daarom houden we dat zo'n beetje af. Het is vandaag 24 december, dus kerstavond. We vieren er normaal altijd met familie. Maar dit jaar hebben we besloten om dat niet te doen. Ook weer voor hetzelfde van, ja, zo'n beetje ons ritme vinden. Plus, dan moeten we alles al inpakken en meenemen en meesleuren. En ja, oké, dat gaat er wel ooit van moeten komen natuurlijk dat we dat gaan doen. Maar momenteel voelen we ons daar nog niet klaar voor. En Niels zei ook, we hebben dat een paar dagen geleden al besloten, maar Niels zei ook van, dat gaat gewoon te veel zijn, want dan moeten we naar mijn familie en dat is ongeveer een 15 man of zo, denk ik. Dan moeten we naar Niels zijn familie, waar ze denk ik zelfs met nog iets meer zijn, 20 of zo. Plus dan ook nog eens naar Niels zijn mama en Patrick. Dus dat zou gewoon te veel worden allemaal, als we dat allemaal zouden moeten doen dit weekend. Dus hebben we gewoon besloten om tegen iedereen te zeggen dat we gewoon thuis blijven en onder ons drietjes vieren. En we, allee, om eerlijk te zijn, we genieten er ook gewoon heel hard van om onder ons drie te zijn. Het is, ja, ik kan het niet uitleggen, maar het is gewoon, als je zo'n newborn baby hebt, de liefde dat je zo voor elkaar ook hebt, wordt precies eens zo groot. En de liefde voor je baby, dat is gewoon niet te omschrijven. En voor je kind. En we genieten daar momenteel gewoon heel hard van. Om onder ons drie te zijn. Om hier in de zetel te zitten met ons driekes. Film te kijken, te babbelen samen, te eten. Niels heeft al elke dag gekookt. Ja, we genieten er gewoon heel hard van in onze bubbel. En we hebben ook zoiets van, dat is iets wat niet meer terugkomt, zo dat begin. Dus ik snap, we snappen ook dat onze omgeving natuurlijk de kleine wil ontmoeten en Nox wil zien. Maar we hebben wel zoiets van, we kunnen dat wel doen en iedereen pleasen. Maar daar gaan wij niet gelukkiger van worden en dit is zo'n periode die gewoon niet terug gaat komen. Dat nieuw gevoel en zo in de bubbel en helemaal verliefd en ja, gewoon soaking up all the good stuff en ja, dat is gewoon super fijn. Het gaat hier ook wel goed. Nox heeft alleen soms krampjes, dus dat is wel vermoeiend, zeker als hem 's nachts krampen heeft. Overdag, ja, dan kun je er hier mee rondlopen en die op je pakken in de zetel en zo. Maar 's nachts is het wel vermoeiend, want dan slaap je natuurlijk niet. Ik denk ook wel dat jullie kunnen zien aan mij dat ik de laatste... Muffin! Muffin! Oké, Muffin. Dat ik de laatste dagen en nachten niet zoveel slaap heb gehad. Nox is vandaag 11 dagen oud en hij doet het wel echt super goed. Hij zit al boven zijn geboortegewicht ook. Zijn geboortegewicht was 3,320 kilo. En hij woog dinsdag, we zijn vandaag al vrijdag, maar dinsdag woog hem 3,340 kilo. En hij was 3,320 kilo. Ik weet niet of ik het juist heb gezegd. Dus al 20 gram erboven op 8 dagen toen.
En nu ja, zal het waarschijnlijk nog wel wat meer wegen, maar de vroedvrouw kwam pas nu na kerstmis langs. Dus vandaag is het kerstavond. We gaan gewoon genieten eigenlijk. Ik heb een kerstpyjama aan. Die is van Trixie Baby. Super cute. En Nox heeft dezelfde om te matchen met mij. Woehoe. Alleen Niels wou niet meedoen. Maar ja, I don't blame him om hier in zo'n kerstpyjama te gaan zitten. Ik snap wel dat hij dat niet zo tof vindt voor een man. Mannen doen dat niet zo heel graag. Maar Max heeft zijn kerstpyjama nog niet aan, want hij is nog even aan het slapen. Als hij wakker wordt, ga ik hem aandoen. Niels is in de douche. Het is 6:30 momenteel. Ik heb de oven voorverwarmd en zo, want we gaan hapjesavond doen. En ik denk gewoon een film kijken of zo. Dag schatje, ben je wakker? Ben je wakker? Hey. Hey baby. Dag liefje. Ben je wakker, schat? Hij heeft vandaag wel niet zo goed dagje. Hij wil heel de tijd aan de borst hangen en drinken. Nou, dat is naar het schijnt wel normaal. Rond dag 10. We zijn vandaag dag 11. Dus dat is niet iets abnormaal blijkbaar, zei de vroedvrouw. Hij wil echt om het uur of zo aan de borst hangen. Hij heeft nu dit kerstpakje aan. Beetje te groot. Ik heb dat zo 3 keren moeten omplooien. Hier ook. Maar dat is wel heel schattig. Maar we gaan nu een ander kerstpakje aandoen. En hij heeft ook nog net van omi en opa een kersttekentje gekregen. En een knuffeltje met My First Christmas. Ik denk dat dat van de Primark is. Want ik denk dat mensen dat wel gaan vragen. Ah ja, alhoewel, als jullie deze vlog zien, is kerst natuurlijk al voorbij. Maar ja. Gaan we uw pampertje verversen en uw pyjama aan, uw schat? Hè? Ja? Het lijkt trouwens echt elke dag meer en meer op Niels. Zeker als hij zijn oogjes open heeft. Dat is net Niels. Een schatje. Een kleine versie van papa, hè? Ja. Max is omgekleed. Hier zijn 2 rode plekjes. Ik weet niet hoe het komt. Cutie pie matching. En hier staan de hapjes in de oven. De eerste hapjes. Ik weet niet als je het ziet. En we hebben nog worstenbroodjes. Nog meer hapjes. En kleine potato gratijs. Yummy, yummy, yummy. I can love him, my tummy, and I feel like loving you. Kitty. Het is ondertussen kerstdag. Echt gisteravond niks meer gefilmd. We hebben hapjes gegeten en Home Alone gekeken. Ja. Yeah. En that's all we did. Nu is Niels eten aan het maken. Het is ondertussen 6:45 bijna. We gaan risotto eten van HelloFresh. En ook vandaag hebben we niks gedaan. We hebben net een kerstfilm wel gekeken. Ja. Iets California Christmas Lights of zoiets. Yes. Nummer 1, want er is een tweede van. Was wel, ik vond het wel een leuke film eigenlijk. Niels ook zegt hem. Het was beter dan die andere typische. Alleen kerstfilm, niet dat dit niet typisch was, maar toch wel iets beter dan. Ja, zwaar. Vond ik ook. En nou ja, we zelfs eten. Ons klein potje is eindelijk aan het slapen. Vandaag nog niet veel geslapen. Hij heeft een moeilijkere dag. Wil heel veel drinken aan de boep. En is heel jammerig vandaag. Hij is, jammert heel veel. Maar nu is hij goed aan het slapen. Kijk. Babytje.